nu komen de eerste berichten binnen van overzee. Over de heftigheid van de storm aan de kust van Groot-Brittannië. De euphonium solo verklankt de waarschuwende woorden van de meteorologen van het KNMI. Helaas worden de waarschuwingen van het KNMI niet echt serieus genomen en er komt geen extra dijkbewaking, terwijl de dreiging toeneemt. Dan is het middernacht en we horen de klok van de hervormde kerk 12 uur slaan. Na het spelen van het Wilhelmus stoppen de radio-uitzendingen. Iedereen gaat slapen, zonder op de hoogte te zijn van wat zich voor de kust afspeelt. De storm neemt intussen toe tot orkaankracht en de waterstanden nemen ongekende hoogte aan, die alle stormvloeden van de laatste 200 jaar overtreffen. In de nacht van 1 februari 1953 breken de dijken door en met een enorme kracht overspoelt het water Oude Tongen. Grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant komen onder water te staan en meer dan 1800 mensen komen om in de golven. De materiële schade was enorm. In Oude Tongen spelen zich die nacht afschuwelijke taferelen af. Complete straten worden weggevaagd door het natuurgeweld. Hele families verdrinken in de golven en meer dan 300 mensen vinden de dood. Pas in de loop van de morgen wordt duidelijk welke enorme ramp Nederland heeft getroffen en minister-president Willem Drees geeft een radiotoespraak. De slachtoffers worden betreurd. Nederland is getraumatiseerd. Als de storm in de loop van de dag gaat liggen, komt zeer moeizaam de hoek op gang. Als de eerste vliegtuigen en helikopters over het getroffen gebied vliegen, wordt langzaam duidelijk hoe enorm de omvang van de ramp is. Aan het slot van de compositie keren we nog even terug naar de nationale herdenking Watersnoodramp 1953 in 2003. Het jaar 1953 betekende een keerpunt in de geschiedenis van Goeree-Overflakkee en men spreekt op het eiland nog steeds van voor en na de ramp. En hoewel Oude Tongen een van de zwaarst getroffen dorpen was, had de ramp in Middelharnis en Somsdijk ook 19 dodelijke slachtoffers en grote materiële schade tot gevolg. Het is daarom ook voor Sempre Crescendo zeer indrukwekkend om het werk Grijsoord uit te voeren.
Van die slaap.